Bist du bei mir? Een zeer geliefd lied van Johann Sebastian Bach. Het heeft een BVV-nummer, maar toch is het niet van Johann Sebastian. Het is van een tijdgenoot, Stölzl. Het is een prachtig lied, een soort aria. De dichter is niet bekend. Hoe komt het dan aan zijn BVV-nummer, namelijk 508? Het lied komt voor in het notenbüchlein van Anna Magdalena Bach. Dat bestaat uit twee etappes uit de jaren 1722-1725. Anna Magdalena was de tweede echtgenote van Johann Sebastian Bach. Was een goede sopraanzangeres en in hun lange huwelijk bewees ze haar grote praktische waarde voor haar man door zijn muziekstukken over te schrijven in een netschrift, een reinschrift, en partijen uit te schrijven. Kijk, er waren geen fotocopieerapparaten en je had ook geen computerprogramma om noten te maken. Alles moest eerst met de hand geschreven worden en vervolgens overgeschreven worden. De zonen en dochters van Bach deden daar ook aan mee en ook de inwonende leerlingen. Met ganzenveren, bij kaarsen, want elektrisch licht was er ook niet. Een van de redenen waarom oudere mensen blind werden, was het ontbreken van goede verlichting. Johann Sebastian is ook blind gestorven. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe. Niet een vrolijke tekst. Ik lees even de tweede helft. Ach, wie vergnügt wär so mein Ende, es drücken deine lieben Hände mir die getreuen Augen zu. Verlangen naar sterven? Misschien, of verlangen naar een lang leven samen, waarbij je dan uiteindelijk na veel jaren afscheid neemt. Ik denk dat dat erachter zit, maar in het realistische besef dat de dood altijd om de hoek is. Daar leefde men in de 18e eeuw veel meer mee dan wij. Kindersterfte was hoog. Nou ja, u weet, ook in het gezin van Bach zijn kinderen jong gestorven. En zijn eerste echtgenote, Maria Barbara, trof hij na een dienstreis, begraven en al, op het kerkhof aan. Zo zat het leven toen in elkaar. Wij hebben het leven wat gezuiverd van de dood. In de recente coronacrisis kwam het opeens dichterbij. Het notenbüchlein voor Anna Magdalena bevat werken van Johann Sebastian, uiteraard, van collega-componisten en ook stukjes van zijn zoons die begonnen te componeren. Het is een boekje voor huiselijk gebruik. Dat maakt het zo waardevol, want in de samenstelling van dit boek kun je zien hoe er bij Bach thuis gemusiceerd en gedoseerd werd. Want Johann Sebastian gaf zijn uiterst talentvolle kinderen zelf les. Het wijsje dat klinkt uit de paddenstoelen in de Efteling, het menuet in G-dur, komt eveneens uit deze collectie. Maar dat is ook niet van Bach. Ik geloof dat het zelfs ook van Stölzl is. Dat heb ik niet helemaal paraat. Maar u hoort nu een lied waarvan je kunt voorstellen dat Anna Magdalena het gezongen heeft, begeleid door Johann Sebastian of door Carlo Philipp. Ze konden allemaal prachtig spelen. Muziek van de familie Bach thuis.